Hi guys! Well, we're in Tulum, Mexico. Yeah. Ik ben gewoon in de vlog. Hoi, welkom bij deze video. Leuk dat je weer kijkt. En in deze video nemen we je mee naar de leuke plekken die we ontdekt hebben hier in Tulum. En we hebben een aantal mensen uit Nederland ontmoet die ook op reis zijn als Digital Nomads. En een familie die een wereldreis maakt. Dus dat ga je allemaal in deze video zien. En je ziet zelfs nog hoe we aan abonnees komen, gewoon op straat. Ja. Ik ben Tino. En ik ben Angela. En samen met onze dochter Filou reizen we continu de wereld rond als Dutch Nomad koppel. Pioniers in een leven buiten de gebaande paden. Mag ik wel in mijn auto zitten alvast? Iedere week sturen we een kaartje naar iemand die een reactie heeft achtergelaten op de vorige video. Vorige week hebben we ook weer heel veel leuke reacties ontvangen. Zeker. En ja, aan het einde van deze video maken we bekend wie er het kaartje van ons ontvangt. Hier uit Tulum met een persoonlijk berichtje. Zonnebrilletje heb je hier wel nodig. Het zand is wit, fel zonnetje. Het is nu 11 uur en we zijn nu bij Ikal. En het bijzondere is dus een plek waar we, nou ja, hier verderop zit Pancho Villa. Zijn we al een paar keer geweest, ook een heerlijke spot. Maar we wisten dus niet dat dit hier zat. En het is super mooi. Heel veel gezinnetjes ook, dus veel kinderen aan het spelen. Maar in de jungle echt gebouwd, dus er lopen ook iguana's en gekko's rond. Een mooi plekje om even wat foto's te maken. En zo ontdekken we dus in Tulum steeds weer nieuwe plekken die fijn zijn en waar wij het naar ons zin hebben. En daar is dit er zeker eentje van. Even Anne, die hebben we nu aan tafel. Ja, dit is Sven. Hallo guys, hoe is het? Ja. Ik kom gewoon in de vlog. Ja. Sven kennen we van Instagram. En wat is je Instagram naam? Traveling.dutchman. En ja, we volgen elkaar al 6 jaar. Ja. Dus, toen jullie naar Tulum gingen voor het eerst, toen ben ik jullie gaan volgen. En ja, nu alweer 6 jaar verder zitten we hier samen. En nu zijn ook nomaad. We starten en nu ontmoeten we elkaar in Tulum. Ja, de cirkels rond. Ja. Nu weer een nieuwe maken. Ja. Ja. Ik vind het heel grappig gewoon dat je elkaar een soort van kent ook. Je volgt elkaar. De volgende dag was het de volle maan en zijn we weer teruggegaan naar Ikal. Om de volle maan op te zien komen uit de zee. Ja, dat was gewoon prachtig. En we waren dus inderdaad bij Ikal en daar was ook estatische dans bezig. Dus mooie muziek. En ja, op een gegeven moment, ineens, het ging heel snel. De maan kwam op en ja, je voelde de energie. En ik ging gewoon vanzelf dansen met Filou. En Filou vond het ook heerlijk. Het was een soort van meditatie. Nou, inderdaad. Wel. Ja. Een soort van trance en echt geluksgevoel. En zo mooi. Het was prachtig, ja. En ik was de foto's en video's aan het maken en ik zag Anne ineens dansen met Filou. Ja. Dus ik heb heel snel wat shots gemaakt. Dus het is niet de beste kwaliteit, maar wel heel mooi, heel intens. Heel mooi. En verder hebben we daar lekker weer afgesproken met Jelle en Michelle en met Sven. Dus het was een heerlijke avond. Ja, daar is hij weer. Daar ben ik weer. Ja, hij is erbij. Maar vanavond zijn we met nog een Nomad-koppel erbij. Goedenavond. Goed uit Mexico. Jelle en Michelle, ga ze voor. Ik zal de linkjes onder de video zetten. De reizende psycholoog. Ja, dit was ook wel. Dus dat hebben we hier. En Sven, die hebben we gisteren al uitgelegd. Maar Sven, die, als je nog een mooi hotel hebt en daar toch een foto van hebben we Sven. We doen een Maar we zijn hier ook nog omdat het full moon is. Fantastisch uit. Dus maar vooral ook gewoon mooie verhalen over waar we in Mexico naartoe moeten. Dus. Of waar ook de wereld. Okay.
Nou, een rustige start van de week, maandagochtend. En het zwembad is alweer mooi schoon. En wij zitten dus daar, dat appartementje op de hoek, heerlijk vrij. Net even croissantjes gehaald, wat vers fruit. Ja, toch een beetje paas vieren. Maar het begint weer een nieuwe week. Lekker een beetje ons ritme oppakken en zo. En is die lekker? Voor de eerste horen. Nou, deze kan je gelijk doen. Nou, lekker. Ja, het is heerlijk als je met appel en guave. Zo, je vindt paas ook zo leuk, hè? Ik wil hier met de paaseieren spelen. Dat is goed, liefje. En een paar croissantjes, yoghurt, fruit, koffietje. Nou. Wat wil je nog meer? Wat meer heb je niet nodig? Echt de paasontbijt. Ja. Waar is dat de juffie? Oh, kijk eens. Ik heb hem ietsjes hoog doen. Ja, zo hè. Zo, zo. Ja! Wachtig, ik zie het. We moeten de was nog even wegbrengen. Nee, ik wil eerst nog... Oh, ja. Ja. Niet was wegbrengen. Ja, maar ze hebben ook mijn handen vol. Dan gaat het niet. Ja, is ook zo. Nou, daar zitten. Jij ook, werk ze? Op de fiets. Op de fiets gaan we. Dag. Dag mama, tot straks. Tot straks. Gaat Aap ook mee? Ja. Gezellig. Doei. 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 Doei mama. En mijn idee is om nu even een foto te editen en hem dan straks ook te gaan posten. Ook om onze video nog even te promoten die we gisteren op zondag hebben gelaunched. Er zijn hartstikke veel leuke reacties weer opgekomen. Het was een hele gezellige vlog, vond ik zelf. Vooral hoe we hier ons plekje vinden. Maar nu hebben we de lekkere routine te pakken. Dus we wisselen de dagen af. De ene dag werkt Tino, de andere dag werk ik. En zo heb je ook één op één lekker je momenten, de momenten met Filou. En alle aandacht voor haar, dat is ook gewoon heel fijn. En de ander kan lekker focussen op het werk. Dus, het ding is zwaar trouwens. Het is echt lang geleden dat ik heb gevlogd. En we hebben een hele mooie camera, dat is allemaal leuk, maar het is zwaar. Dus nog meer spierballen. Ja, even de tafel afruimen en dan aan het werk. Terwijl Anna aan het werk is, zijn Filou en ik naar de speeltuin gegaan in het dorpje van Toulon. Filou, lekker op de fiets. Dus daar zijn we nu even. Dan gaan we even lekker wippen en schommelen en van de glijbaan. En daarna gaan we denk ik nog wel even ergens een lekker drankje doen. Wow. Iets te hoog. Die schommel. En dat is ook zo, die wip is behoorlijk hoog. Dus nu het schip in. Waar kan je naar buiten? Ja, hi. Oh ja, perfect zeg. Ja, dat ging hartstikke goed. Het is leuk om in de speeltuin te zijn. Filou, jij hebt zin in wortelsap, hè? Ja. Wortelsap. Nou, dan gaan we dat eens even doen. Dus over 10 minuutjes fietsen. Lekker door de straatjes van Toulon. Altijd levendig, kleurrijk. Kijk. Wat hobbeltjes links en rechts. En dan zijn we er, hè, Filou? Filou heeft een lekkere sinaasappelsap. Wat de specialiteit van dit zaakje is dat ze cacao drankjes maken. Koud of warm, maar dan altijd met allerlei lekkere smaakjes. Ik heb nu eentje met lavendel en mint. Mag ik ook die voor jou proeven? Lekker. Het smaakt heel erg minterig. Heel erg mint. Niks vertellen, het is minterig. Niet zo lekker dus. Mm. Hallo! Dat is een wijnstok. Dat is een eitje. Oh, dat vind ik wel lekker. Ik ga even lekker een flesje wijn halen. Tortilla chipjes van die nachos, maar tortilla meer. Ja, hoe heet die dingen? Nou, ze hebben hier een speciale naam, weet ik nog niet. Maar dat is lekker, maken we eigenlijk guacamole. Even lekker genieten van de maandagmiddag, want de maandag is alweer voorbij gevlogen. En het is warm, echt. Ja, dus die nacho cheese, dat heet totopos. Totopos.
En daar hebben we allerlei soorten van. Dit is met mais. Dus dit is een nieuw. Nuevo. Nuevo. Nou, hier halen we ook altijd het water. Dat ligt daar. Dat gaat in jerrycans van 6 liter of 10 liter. Ik had 10 liter, maar ja, dat is dan weer lastig als je dat in een klein glaasje weer schenkt. Allemaal van die dingen, maar het is prima water. Ja, je ziet het, een mooi winkeltje waar je van alles kan halen. Allerlei ja, dingen die je echt, de essentials. Dus dat is handig, het is echt om de hoek. Dit ga ik even afrekenen en dan gaan we lekker guacamole maken. Lekker gedoucht. En dan even lekker een stukje fietsen. En een ijsje eten. Ja. En waar gaan we nu heen? We gaan nu naar Campanelle. Ijsje. Ijsje. Hé, kijk, een vogelnestje. Zo kom je dus aan je subscribers. Hi guys! We are in Tulum, Mexico. Yeah. Are you enjoying it? We are loving it. Yeah, so it's N-O. N-O-M? O-M. O? Oh, no, sorry. Dutch, no mix. So the first one is an M. Oh, the first one is an M. Sorry, I'll make a mess of it. Don't worry about it. We're on vacation. Everything is. So is it. That's true. I just hit the subscribe button. Awesome. I just said that's great. How we get our I subscribers. Yeah, that's how you get them. And now I'm going to also put it on Facebook to so no. You guys. Oh, thanks so much. 15,000 on Facebook. Katie, nice to meet you guys. Nice to meet you too. This is echt grappig dit. Nou, dat verwacht ik toch niet. Wat heb je allemaal al gezien? Een rog. Een rog? In het water? Een schildpad. Zo, dat is twee. Een. Twee zelfs. Wow. Zo, dat is gaaf. Eigenlijk vier. Vier toch? Volgens mij waren het er acht zelfs. Ja. Wow. Zo. Ja. Oh ja. Papa, ja. Wil je ook een poesje aaien? Had jij hem al gehaald? Is die zacht? Ja. 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 Het is vroeg vanochtend. 6 uur. Filou was al wakker. Het is wel heerlijk om rustig even hier te zitten. Een kopje koffie erbij, uiteraard. Kijk, onze eigen kopjes. Voel je toch gelijk weer thuis, hè? Ja, we voelen ons overal thuis met die kopjes koffie. Heerlijk. Super rustig, stil. Je hoort alleen maar geluiden vanuit die jungle, van die vogels. Ochtendgezang. De haan, ver weg. Lekker. Hey, Luffy. Goedemorgen, buenos dias. Ja, daar liggen de vriendjes. Loe en Penelope. Hey, Penelope. Penelope. Ja. Ik zei het toch. Nou, inderdaad, heb je leuk bedacht. Tino, wat is er aan de hand? Nou, ik zit niet voor niks op een kleine computer. Mijn computer. Bedankt. <Nee. laughs> Gisteravond wilde ik even de video's ordenen en op volgorde zetten. En ik kreeg allemaal strepen in het scherm.
En dan, als ik hem dan half dichtklap, doet hij het weer wel, het scherm. Maar ja, daar is natuurlijk niet mee te werken. Dus er is iets defect. Het lijkt een mechanisch iets of een kabelbreuk of iets. Ja. Dus we zijn gelukkig goed verzekerd. Dus dat moet ik nu even melden en dan een partij zoeken die het kan gaan repareren. Oeh, ja. Wat is dat? Ja, eens even kijken. Verbrand rozijntje. Oh, verbrand rozijntje. Nou, Filou vol. Nou, lekker, Liefie. Fijn. Wel echt heel erg leuk om te zien hoe Filou meer vertrouwd raakt in het water. Echt, de eerste dag was het toen we hier waren, vond ze het echt allemaal heel erg spannend. Maar nu springt ze erin en zwemt ze aan de hand helemaal zelf in het diepe. Een stukje wandelen naar Holistica. En ze doen daar ook yogalessen aanbieden voor een leuke, goede prijs. Voor 15 euro kun je al een les volgen. Misschien van de week nog een keer. Lekker, ja. Goed idee. Ooit toen we begonnen heb ik een keer opgeschreven hoe de ideale dag eruit zag. Dat was 's ochtends zwemmen en dan daarna even lekker wat werk doen. En dan lekker rustig een kopje koffie ergens drinken. Gewoon een hele relaxte dag. En daar zat ik nu aan te denken. Hij zit ook nog steeds in onze cursus, die opdracht. Dus hoe ziet je ideale dag eruit? Nou, nu geven we die opdracht weg. Maar er zit natuurlijk veel meer in die cursus. Maar in ieder geval, dat was perfect en dat heeft geleid tot... Ja, deze dag lijkt er wel aardig op. Welke smaak heb je gekozen? Aardbeien. Wauw. Zeker heel warm ijsje. Nee, koud. Lekker. Nou, ik vroeg dat ook. Ik wilde wel een gebakje. En toen zei raad ik dit aan. Dat is de beste van het huis. Maar dat het zo'n grote chocoladepunt zou zijn. Mama. We kunnen wel met z'n allen van eten. Ja, ja. Nou, het is smakelijk. Dankjewel. Jelle, gezellig dat je er ook even bij aansluit. Ja, toch? Cheers. Geen chocoladetaart voor mij nog, maar ik krijg ook nog wel wat lekkers hoor. Dus. Wat had jij nou uit? Dat is een goede vraag. Ja, dat is toch een verrassing, hè? Ja. Iets met groente volgens mij, maar dat weet ik ook niet zeker. Zo'n avontuurlijke man, hè? Gewoon, huppakee. Ja, joh. En voor mij is het enchilade met molle. Dat is bekend, hè? Wat het voor. Ja. En, dat zijn een soort van tortilla toscana met hummus en lekker komkommetje. Wat ben je voor mooi zijn tekenen? Wat is het, een dinosaurus? Nou, dat was een middagje goede ideeën delen, Jelle. Zo echt, hè? Digital Nomads onder elkaar. Nieuw president Digital Nomads. Ja, dat is een goede. Ik ben niet zoveel functies, maar jij mag hem hebben van mij. Maar wil je dus inderdaad, ben je op zoek van wat voor job kan ik nou gaan doen? Of hoe kan ik geld verdienen als digital nomad of als reizende familie? Deze meneer is gewoon de reizende recruiter. Dat is een optie. Jouw vriendin? Yes, reizende psycholoog. Dus, en je kan natuurlijk foto's maken, video's maken en cursussen verkopen. Dus heel veel mogelijk kwamen we eigenlijk achter. Dus... check zijn profiel, dat van Michelle. En als je dat nog niet weet, bel ons dan gewoon en dan komt het vast goed. Zeker. Was gezellig, man. Daar word je toch vrolijk van? Kunnen we rijden? Oké, we gaan rijden. Het is sombrero. Ja, er moet ook nog was doen en boodschappen, maar het loopt allemaal weer uit. Dus we dachten, we gaan eerst even lekker wat drinken en eten. En nu zagen we dit campertje, dat is op zich al leuk. Ja. Je hebt dorst, hè? En daar staat liefs op. En volgens mij is alleen in het Nederlands het woord liefs bekend. Dus we gaan hier eens even kijken. Nu zitten er wel heel veel mensen met een blauwe haar, blauwe ogen. En blond haar, blauwe haar, ja, dat gaat vaak fout. Dus we gaan eerst maar dat nog even doen. En misschien gaan we niet eens meer terug boodschappen doen. We gaan het wel zien. Kijken wat ze hebben.
Ze zegt even terug naar de auto, ik heb een zonnebril na. Ja, ja, inderdaad. Ah, maar dat is een probleem. Madame. Weet u al wat u gaat bestellen? Weet je het al, Filou? Oh, oké, okay. Nou neem even de tijd om. De Liefs is dus van Thomas en Fem uit Nederland. En ze hebben een From Farm to Van. Dus het lijkt alsof het dan rechtstreeks van de boerderij komt en zo op je broodje. Oké, okay, dan een ja, een shortje. Is dat hibiscus sier allemaal? Ook heel natuurlijk. Hoe smaakt dat drankje? Lekker? Even je jurkje uitwassen. Was er iets opgekomen? Ja. Oh, kan gebeuren, hè? Lekker gezonde smoothies. Nou. Tropical heeft hij doen. Wij zijn voor de green smoothie gegaan. Nou, dat is gelukt, ja. Ze zijn wel groen. Wat zit er allemaal in? Spinazie, limoen. Pineapple zelf? Pineapple. Oké. Komkommer. En een bananenbrood. Saus. Ik ga nu mijn laptop wegbrengen. Ik heb akkoord gekregen van de verzekeraar dat het een officieel Apple Service Center is. Dus dat is fijn. Ik ga het horen wat zij wat ze hier zeggen bij de iShop. Dus nou, we'll see. Premium reseller, dat zit goed. Nou, er was een snel bezoekje aan de iShop hier. Hij is nog zo nieuw dat ze nog geen service center hebben. Dat betekent dat ik naar Playa zal moeten. Dat ga ik niet vandaag doen, want dat is sowieso nog een uur heen. Weer een uur terug met de auto. Maar ik denk dat ik morgen van de week met de Collectivo ga. Ook wel weer leuk. Ik wilde vertellen dat we... Eigenlijk was het plan, onze planning, om gewoon lekker naar de Chidraoui te gaan, de supermarkt. Soepje te maken en lekker wat spullen naar huis. Alleen, Filou slaapt ontzettend goed hier, 's middags. Vanaf 2 tot 6 ongeveer. En dat snap ik ook wel, het is heel warm. Dat was hartstikke lekker, toch? Maar daardoor loopt ons plan een beetje anders. Dus zeiden we, nou, laten we dan toch maar even wat gaan eten bij Kala, in dit geval. Lekker hoor. Lekker hoor. Ik heb een mama mogen openen. Oh, dat is lief. Ah, dat is lief. Nou. Dat is mooi, hè? Zie. Filou heeft een kleine pizza. Zie je. Toch wel, ja? Ja. Ja, toch die tango-lessen zijn dat geweest, hè? Nou, ze roepen hem al. De Collectivo naar Playa. Kleine busjes. Daar stap je met z'n allen in, dus daar gaan we. Ik ben benieuwd hoe duur het is. Geen idee. Vorige keer was het niet zo prijzig, maar dat is al 6 jaar terug en alles is wat duurder geworden. We gaan het zien. Ik heb hem net ingeleverd in mijn MacBook. Ik wil minimaal 24 uur ben ik hem kwijt. Dus vanavond hoop ik wat te horen. Misschien in ieder geval morgenochtend, maar misschien vanavond al. Nou, weer terug in Tulum. Het was 50 pesos, rond de 2,50 voor een uurtje. Dus dat is echt geen geld. Er zit wel wat krap zoals je zag, maar ach, het heeft wel wat. En terug naar huis. Filou, weet jij wat jij gaat eten? Wat hebben we ook bedacht? Cakeje. Dat is ook lekker. Kijk, ja, mama, kijk. Ja, een vlieg. Wat weg. Ik denk dat ik voor zo'n bol ga. Ja. Met acai en mango. Dit is de bol uiteindelijk die ik bestel. Mango, kiwi en allerlei lekkere dingen erbij. En een mooi takje. En een mooi takje had ik gekregen. En mijn gerechtje met de tostados. En hummus, die komt er zo aan.
als het aan het regenen bent? Ja. En nu? Droog. Wat is mama aan het doen? Mama is aan het passen. Dat is ook alweer zo. Als je dan hier bent, zoek je toch ook weer naar andere kleding. Niet per se om kleding te hebben, maar wel wat past zeg maar, bij het klimaat en ja, hoe je je voelt. Zal ik het maar doen? Ja, zoals gezegd maken we bekend wie deze week het kaartje van ons gaat ontvangen met een persoonlijke boodschap. En deze week gaat de kaart naar Anita van Oma Faraway. Bedankt voor je mooie reacties iedere keer weer. En we gaan het kaartje naar je toesturen. Ja, dus ja, dan zien we je graag in de volgende video komende zondag. En voor nu geniet van je dag, volg je droom en tot volgende week. Tot volgende week. Adios. Doeg.